kaartjes nu hoor. Ik heb al die rotsen weggedaan, weet je wat ik niet leuk vond? Wat niet met mij te maken. Ik ben al aan het filmen, Frederik. Ik waarschuw je maar. Ik heb al die dingen weggelaten. Dat is gewoon voor deze kijk. En ik denk, schilderijen, daar gaat het om. Frederica, ben je nu, we zijn al aan het kletsen, maar een tijdje terug kom ik hier langs het pand de Gouden Harpen. Ja. En ik dacht, hé, daar is een nieuwe winkel. Maar het is geen nieuwe winkel, nee. Het is Frederica B. Het is nog steeds dit. Dit is ook eigenlijk de basis en dat is alles. Gewoon schildersatelier. Maar Frederica, ik kwam niet zo vaak in je oude winkel, want je hebt 30 jaar onder de lange jaar gezeten. Ja, vertel eens heel kort wie je bent en wat jouw verhaal is in Middelburg. Mijn verhaal is van binnen. Ik ben sinds ik op Damplein gezeten in een bakkerswinkel. Daar ben ik begonnen. Oh ja? Van het Bunt? Ja. Oh, ben jij van het Bunt? Ja, dat was mijn broer. En Blink heeft het hele gebeuren wat het commerciële, zeg maar. Die heeft niet een bakkersgebeuren. Nee. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. Daar ben ik begonnen. Ik denk dat ik 7 of 28 was. Ja. Dus dat is lang geleden. En toen kwam dat pand, nee, het was niet vrij hoor, maar dat was een klant. En ik was ook klant van de zoetwaren, want dat was van Veldman. Hè. Toen dacht ik, hey, that's it. Ja. En dat was heel kort, hadden we dat voor elkaar. Maar goed, hebben we bijna 30 jaar gezeten. Ja, met de Lokeend? Ja, de Lokeend tot 2005. Ja, wauw. Kijk, ik zie hier ook. Dit is ook spulletjes en leftover van. Leftover, maar het gaat inderdaad vooral om schilderij, want je bent een schilderes. Ja, toen ben ik begonnen met schilderen, denk ik 2005 of zo. Ben ik naar de academie nog gegaan. Maar opeens zag je van de... Ik zag misschien het schildersdoek voor me, ik weet het niet. En dat is wel grappig, dat ben je... Dat komt gewoon. Je bent nooit te oud om te voelen van nou, ik ga schilderen. Je maakt mooi, hè? Alles wat hier hangt is voor jou? Ja, dat is allemaal voor mij, ja. Mijn vader schilderde ook, hè. Maar oh ja? Daar had ik nooit zoiets mee, hoor. Toen had ik zoiets van, weet je, die sombere dingen allemaal, weet je, oude schoenen. Ja, ik zie bij jou veel portretten. Ik ben meer van de mensen. Ik vind het leuk. Ben je dat zelf, daar beneden? Mensen te schilderen, ja. Ja, dat ziet er dan toch. Als ik je herken, dan is het realistisch, toch? Ja, dan is het realistisch. Weet je, ik ben echt van het schilderen dat ik denk van de mens. En ik wil het liefst dat ze er lachend op staan. En wie is die dame die daar zit? Die zit er wel sexy bij. Dat is leuk, hè? Ja. Nou, weet je, als je nou dit ziet, hè, die hè? Ja. En dan zie ik daar nog die stoel. Dat is de eerste schilderij wat ik hier gemaakt heb. Deze? Hier, die hoge? Die hoge, ja. En toen ben ik zo verder gegaan. Hier die, achter die deur. Zittende vrouwen. Is het... Ja, maar mooi luisteren, weet je. Nou, die ook. En deze, dus het zijn vier schilderijen die ik hier gemaakt heb. Hè. Dat geeft voor mij aan, dat zie ik dan achteraf, dat weet ik dan. Rust. Ja, maar laat eens even uit de rust. Want we zijn hier in een behoorlijk mooi pand aan de kaai. Hoe heette dat nou, wat zag ik dan? De Gouden Harpen. De Gouden Harpen, ja. En hoe lang woon je hier nu? 8 maanden. En je werkt hier dus ook en je hebt hier eigenlijk een soort galerie, winkel. Dit is een beetje de expositieruimte. Wat hierachter werk je? Dat is mijn atelier. Mogen we daar eens even in? Ja, maar dit gaat binnenkort weer weg hoor. Er komen nog wat dingen bij van andere mensen. Dus dan wordt het echt een beetje meer wat hier gebeuren. Oh, en hier gaan, zijn dit ook jou of dit zijn gewoon? Ja, dit zijn gewoon, dat is nog van de Lokeend in elk geval. Ja. Dat is allemaal van de Lokeend al, weet je wel. Wat ik... verkocht. En je bent nu was je ook bezig met schilderen? Want hoe, ik denk, ik ga weer eens een vrolijk Zeeuws ding maken. Want hoe vaak schilder jij dan? Doe je dat echt dagelijks of af en toe? Ja, zeker. Bijna iedere dag. En dat is dan misschien een onbeleefde vraag, maar verkoop je ook veel schilderijen? Op het moment staat het even stil, maar weet je, het moet weer even een... Ja, ik zit ergens anders ook. Hè. Ja. In de winkel op de Koorkerkhof was het een... Ja, een samenspel van wat ik verkocht, dan komen mensen binnen en dan blijft dat hangen. En dan ga je erover praten, maar hier moeten ze nog de weg zien binnenkomen. Te vinden. Maar dat is misschien nog een onbeleefdere vraag, maar dan... Ja. Als ik als leek een schilderij van jou mooi vind en ik wil dat kopen, hoeveel centjes moet ik dan ongeveer meenemen? Hebben we het dan over honderden euro's of nou weet je, als nog je meer? Het portret van Brigitte Bardot, weet je wat voor hangen? Ja. Dat is 1200 euro. Oké. Okay. Ja. Ik had van een weekje met uit Dordrecht, die was geïnteresseerd, want die was heel erg geïnteresseerd in Brigitte Bardot.
Dus hij komt er nog even op terug. Dat is gewoon een bijzondere vrouw natuurlijk. Geweldig toch? Je zit er bij deel als je de... Dat is toch geweldig? En ze leeft nog steeds, hè? Ja joh, nou, ik heb nog een tekening gemaakt dat van me, maar op de leeftijd van nu. Maar dat was geen leuk plaatje dat je zegt van... Nee, wow. Nee, ze is wat racistisch geworden, begreep ik. Nou, je hebt hier een enorme tuin, of zie ik dat verkeerd? Geweldig. Ik bedoel, op de, daar kan je niet, daar kan je niet zo inlopen hier. Nee, dan moeten we even binnendoor, maar je kan erin hoor. Ik wil wel even kijken als dat mag. Ik zal even binnen. Oh, hij is niet zo heel erg. Nee, je weet het nooit, hè? Nee, maar dat is niet zo. Gisteren ook in de tuin, dan lag er in een andere tuin iemand te slapen. Maar die kunnen zo tegenaan. Jeetje. Dat is toch een beetje vervelend. Nee, ga maar even. Mona Lisa. Ja, dat is gewoon niet voor mij hoor. Nee, dat weet ik zelf nog. Wat een heerlijke tuin zeg. Heerlijk hè? Oh nou. Dag heer. Goedendag. Ik kom hier filmen met uw tuin binnen. Ja. Goedemiddag. Leuk zo'n klein fonteintje uit de muur. Oh, het is prachtig zeg. Weet je hoeveel meter diep die is? Dit is wel een meter of 50. En daar is nog een kleine bouwhut. Ja. Hebben jullie ook een achteruitgang dan, of dat niet? Ja. En even nou, tegen welk kerkgebouw kijk ik maar wat? Ja, oh, is dat die? Oh, natuurlijk, ja. Maar hij staat nu opeens scheef, dus dan voor mijn gevoel. Wat een heerlijke tuin. Enorme bomen. Hiervoor zat een huizen. Oh, die zit hier ook nog. En dan kan je dan weer vanuit de Barbara gaan. Hier heb je gewoon nog een soort huisje. Ja, ik heb hier nog een heel klein huisje. Het is een beetje rommelig. Gebruik je dit ook wel eens? Ja, altijd. Ja? Gewoon lekker open en we zijn hier gewoon. Heerlijk. Super, ik was aan het schilderen. Je hebt veel hoedjes in huis. Is dat een hobby? Chapeau. Hé, chapeau, oui, oui. C'est ça. Oh, en daar nog een uitgang. Aan deze kant. Dit is van meerdere mensen? Nee, die zijn van ons. Echt waar, ja? Ja. Maar die poorten zijn dan wel weer van anderen. Dus nee, maar die hebben geen recht van overpad. Nee. En daar heb je het Minetplein. Weet je, daarachter. Het Minetplein, ja. Ik ga in september bij Minet op bezoek, dus daar kan ik van die kant bekijken. Nee, kijk, dan doe je het weer aan de andere kant. Oh, grappig joh. Ja. Oh, dan zit je zo dichtbij. Dat... Ja, dan gaat het poortje en dan ben je weer op de Londense kaai. Buiten hoor, zeg. Geweldig, hè? Ja, dit zijn nou van die huizen, daar zou ik ook best willen wonen. Nou, dat zag ik dus. Ik zie iets van, nou, laat mij hier maar blijven. Wat is dit? Een vijg? Nee? Dit is een kweekpeer. Kweekpeer. Daar hebben we vijgen, deze. Daar appeltjes. Daar hebben we appeltjes, noten, peuken. Er moet ook hier nog ergens kiwis komen. Ik weet niet of ze nog komen. Weet niet. Prachtig hoor. Dat is een morellenboom. En was het al zo goed onderhouden de tuin of is dat ook jullie liefhebberij? Nou, zelf. Hij ligt er echt netjes bij, ondanks de droogte. Ja, maar dit soort dingen hebben we zelf allemaal gedaan. Het moet ook niet te braaf worden, hè? Nee. Want het is toch een beetje stadstuin, toch? Maar erg mooi. Ja.